Oh my god, mensen. Vandaag is het vrijdag. Dus zeg we. Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pippi. Hoppa. Nieuwe dag, nieuwe Razor Reel vlog. Voilà, we hadden het gewoon zo noemen. Dus ja, wat gaan we doen? Vandaag is het Razor Reel dag 2. We gaan naar 3 films gaan kijken. Dus ik zal zo wel een keer zeggen waar dan we naar gaan kijken. Kijk er alles eens naar uit. Er is een film om 6 uur, er is een film om 8 uur en er is een film om 22 uur 15. Hopelijk ga ik ze alle 3 goed kunnen uitkijken zonder dat ik in slaap val. Dus ik kijk er alles eens weer naar uit. Ik heb mijn festivalpas al terug aan. En ik ben klaar om te gaan. Voilà, hè. Dat rijmt ook nog een keer. Dus gisteren was het ook alles eens al de max, die openingsfilm. En toen nog een receptie met een lekker drankje en een hapje. Of een hapje en een drankje. Dat is hetzelfde, ja. En we gaan weer met al de vrienden tezamen naar Razor Reel. Het is waar, gasten. Ja, oké, dus zoveel vrienden heb ik. Echt een goede vriend. maar ik verstel het wel, de mensen moeten werken en weet ik veel allemaal. Maar verleden keer zei Remzi tegen mij: ja, maar ja, dat is toch een beetje moeilijk dat ze dat in de week doen, want de mensen moeten dan verlof pakken. Maar ik zei: ik heb daar van eens keer een heel goed antwoord op. Ik had gezegd: Remzi, er zijn ik weet niet hoeveel mensen die een verlof pakken voor naar Werter, of hoe noemt dat daar? Werter en Pukkelpop en wat is het allemaal, Lokerse feesten. Er zijn ik weet niet hoeveel mensen die naar verlof voor pakken. Maar daar wordt er niks van gezegd, hè? Hè, Remzi? Daar wordt er niks van gezegd. De mensen pakken er ook verlof voor. Ah, wel, ik ga naar zo'n festival, een filmfestival. Want zo'n muziekfestival, dat interesseert mij geen poot. Voilà. Dus op naar Razor Reel Flanders Film Festival Day 2. Let's go! Mensen die dat voor de eerste keer zien, denken van: dat is wel een rare gast. Ik denk wel dat het een beetje een rare is. Hè? Allee, tot ziens, hè. Yo! Voilà, zie je mensen, we zijn toegekomen en de eerste film dat we gaan bekijken. Ik ga nog een keer goed kijken dat ik het zeker juist zeg. Dag 2. De eerste film om 18 uur is Restore Point. Dan om 8 uur is de Dream Scenario, die nieuwe met Nicolas Cage. En dan om 22 uur 15 is Best Wishes to All. En dat is blijkbaar een Aziatische film. Dus ik ben wel benieuwd daarnaar wat dat allemaal weer gaat ga brengen vanavond. Dus we gaan er weer een keer in vliegen. Let's go'tjes met de jouwtjes. De eerste film, Restore Point, is gedaan. Ik heb hem echt zo moeten doorsleuren, want dat was echt zo'n... Ik weet niet of mensen dat goed vonden, maar ik vond dat echt zo'n slechte film, jongens. Ik heb hem 2 sterretjes gegeven, maar je krijgt hier zo'n blaadje. En moet een scheurje geven waar dat 1, 2, 3, 4 of 5 sterren. Ik heb hem 2 sterren gegeven, maar ik vond het echt zo lang en zo slecht. Het was echt slecht, het was gewoon saai, het was gewoon... Ik vond hem niet goed. Maar kijk, genoeg geluld, want nu gaan we gewoon naar de volgende film gaan kijken. Dream Scenario met Nicolas Cage. Volgens mij gaat dat een veel betere film zijn. Dus we gaan erom beginnen. Let's go, yo! Thank you.
Wat was die mensen? Nu hebben we gekeken naar Dream Scenario. Dat was wel echt een goede film. Met Nicolas Cage. Het ging eigenlijk zo over dat hij elke keer in de mensen onder de droom komt. Maar in al de mensen bijna van de wereld komt hij onder de droom. En eerst, het begint gewoon, is gewoon eigenlijk een droom. Maar het eindigt eigenlijk voor iedereen in nachtmerries. Maar het is eigenlijk echt wel een vrij goede film. We moeten maar opkomen op zo vooral. Ja, er is nu de volgende film. En de volgende film noemt... wat was het weer? Best Wishes for All? Best Wishes to All. Dus daar gaan we nu naar kijken. En dat begint binnen een kwartier al. Dus de derde film. Oké, let's go.